Een gezin zit aan het ontbijt. Vader staat op het punt om naar zijn werk te gaan. Dat is al zo laat. Wat moet ik doen? Papa, wil je me trouwens ook nog heel veel over horen? Over de provincies van Nederland? Oké. Okay. De kinderen kosten vader zoveel tijd dat hij regelmatig te laat komt op zijn werk. Oké, heel mooi. Jongens, ik moet nu echt gaan. Ik was gisteren ook al te laat en eergisteren. Ja, oké. Okay. Doei! Doei! Waarvoor moest ik komen? Wat denkt u zelf, meneer Vink? U komt elke dag te laat. Ja, maar daar kan ik echt helemaal niks aan doen. Hoe dan ook, met mensen die te laat komen, kunnen wij maar één ding doen. U bent ontslagen! Ontslagen, hoe kan dat nou weer? Ze vinden dat ik veel te vaak te laat kom. Wat moeten we nu? Nou, ik vind het helemaal niet erg, pap, dat je ontslagen bent. Ik bedoel, nu kunnen we veel vaker gamen, spelletjes doen. Ja, maar lieverd. Omdat ik ontslagen ben, kan ik geen geld meer verdienen. En dan kunnen we al die leuke dingen niet doen samen. Oh ja. We moeten iets vinden waarmee we kosten kunnen besparen. Ja. Misschien kunnen we 's avonds de lichten uitdoen. Ja. 's avonds. Dat kost heel veel geld. €100 van de verwarming, 300 van de school, 60 voor licht. Ik weet niet precies hoeveel van een mager ontbijt, maar ik denk wel veel. En geen hobby's kosten ook 60, dus 100 plus 300, dus 400. €420 besparen we. €420, dat is weinig. We moeten veel meer besparen. Dan zit er nog maar één ding op. Hun kinderen zijn schatjes, maar ze kosten natuurlijk ook veel geld en tijd. Daarom kwamen ze op het volgende besluit. Hé, wat? Wat is dit? Waar ben ik? Ah, surfers. Wat doen we hier? Ja, inderdaad. Wat doen jullie hier? Ik weet het eigenlijk niet. Nou, ik denk dat het een beetje te maken heeft dat onze vader ontslagen was. Ijo, surfers. Wow. Wow. Ijo, surfers. Nou, jullie mogen bij ons blijven zitten hoor. We zijn dakloos en we hebben niet zoveel, dus we kunnen niet echt voor jullie zorgen. Ja, daar zijn we echt veel te arm voor. Maar als jullie geen geld hebben, wat doen jullie dan de hele dag? We luisteren gewoon een beetje radio en we kletsen. Ja, en soms teken ik een soort tekenetjes zo. Maar dat is echt super mooi. Ik kan ook tekenen. Oh, kan je ons dan wat laten zien? Ja, als jullie iets van stoepkrijt hebben of zo. Ja, deze. Nou Kim, laat zien wat je kan. Nou, oké. Okay. Dat is echt heel mooi. Zo mooi? Maar jullie mogen anders wel even meehelpen. Oh ja, leuk. Dan maken we samen een tekening. Terwijl ze aan het tekenen waren, kwam een aantal buurtbewoners aanlopen. Wow, dit is wel echt een mooie tekening. Ik had dit niet verwacht van die zwervers. Ik zou ook wel zo'n mooie tekening op mijn huis willen. Dat is wel echt heel erg mooi. Wow, het is wel erg mooi. Goed gedaan, zusje. Tja, mensen, van wie is dit mooi ontwerp? Ja, dat is wel mooi. Kim. Maar hoezo? Nou, ik zou wel graag zo'n mooi ontwerp in mijn huis willen hebben. Oh, ja, dat kan hoor, mevrouw. Dat wil ik wel voor u regelen. Dat zou echt fantastisch zijn. Toch, jongens? Mm-hmm. Nog dezelfde avond werd er in het huis van de buurvrouw een heel mooie muurschildering gemaakt. Nou, zo. Hij is klaar, denk ik. Het is mooi gedaan. Ik ben trots. Ja, ik ben ook.
Ik moet zeggen, het ziet er heel prachtig uit. Dat het meisje zulke mooie muurschilderingen kon maken, werd al snel groot nieuws. Er kwamen dan ook allemaal televisieploegen op af. Dames en heren, we staan hier in een prachtig huis in Zaandam. En we gaan hier deze mooie beschildering bekijken. En we gaan nu even Kim bevragen. Nou Kim, hoe ben je op dit ontwerp gekomen? Nou, ik vond het gewoon heel goed bij het huis passen. Nou, het is eigenlijk... Oh nee, dat zijn onze dochters! Dat zat er eigenlijk altijd al in. U hoort het, dames en heren. Kim Fink is inmiddels een hele beroemde kunstenares. We moeten ze wel eens gaan opzoeken. Het gaat nu goed en dit kunnen we echt niet maken. Ja, je hebt wel gelijk. Ja, dat is wel leuk. Wat zijn dat voor mensen? Ja, dat zullen we wel van die mensen zijn die ons vieze zwervers vinden. Hè? Maar Kim, dat zijn papa en mama. Kijk daar! Hè? Wat is zij hier nou? Maar mama en pap, wat doen jullie hier? Zijn dat jullie ouders die jullie in de steek hebben gelaten? Nou, lekkere ouders heb je dan. Nou, Kim, Mara, lieverd, het spijt ons. Wij konden er ook niks aan. Papa werd ontslagen. We wouden geld besparen. En daarom hebben we jullie weggedaan. Papa heeft nieuwe werk en nu hebben we genoeg geld om voor jullie te zorgen. Zou die alsjeblieft met ons mee willen naar huis?